Het busje is geplaatst. Roel kan zijn pakketje gaan afleveren. Wij houden zoals gewoonlijk van op een afstand een oogje in het zeil. De voorbijgangers lijken geen oog te hebben voor alle nieuwe elektronica die daar staat te blinken. Iedereen loopt rustig voorbij. Of toch niet? Zo! Weet je wat het is? Dus iemand die in je bus gaat zitten rommelen als je van een pakketje nee, aan bezorgen bent. Nee, ik was aan het kijken van wie die bus is, want ik ben in de winkel gaan of het van hun was. Ik ben echt niet van plan. Ik bedoel, meneer, praat maar tegen mij. Waarom pakt u dan die MacBook Pro? Ik ben net aan. U liep naar binnen, u pakt mijn apparatuur. Ik zocht naar een sticker. Van wie is die bus die zo open staat? Dat is toch niet netjes? Een crimineel die ons de les probeert te lezen. Het moet niet gekker worden. Ik heb hier aangebeld. Niemand ik weg. Heb hier aangebeld. Mag je kijken? Ik geloof er geen ene hol van. Hier naartoe gereden. Aanbellen? Waar zit de bel hier? Hier, daar zit niemand. Waar is de bel? Heeft u aangebeld? Waar zit de bel? Ik heb hier gekeken, er zit niemand. Echt wat ik zweer. Maar u zegt net tegen mij, ik heb hier aangebeld. Ja. Maar er zit hier niet eens een deurbel. Nee, maar ik bedoel... Is dat toch een gek verhaal? Ik ben hier niet om te jatten. Ik werk samen met de politie, mag ik je eerlijk zeggen. De man bluft alsof hij samenwerkt met de politie. Het wordt tijd om ze te bellen. Een oud boevenvriendje. Stuur ze maar naar mij toe. Ik ga de politie even bellen. Kunt u even blijven staan, meneer? Kunt u even blijven staan? U hoeft niet weg te lopen, hoor. Onze boef voelt nattigheid en probeert er stiekem van door te gaan terwijl Roel de politie belt. Ja, dank u wel. De man wordt kwaad en probeert Roel te intimideren. Eergezicht. Ik wel. Had u mij een klap verkocht? Ja. Jij kent mij niet, dus pas op je woorden. Gaat mij nu bedreigen ook nog? Ik heb een betere baan dan jij. Betere baan of niet, hij kan het meteen uitleggen aan de politie. Deze meneer die is zojuist in mijn bus vol met apparatuur gegaan en we hebben hem direct aangehouden. Dag meneer. Hallo, goeiedag. Meneer. Het blijkt inderdaad een oude bekende. De politie wil ons niet meteen vertellen waar ze de man van kennen, maar een buurtbewoner weet meer. De politie kent hem inderdaad en ik geloof niet omdat hij een van de buurtregisseurs is, maar ik geloof gewoon omdat hij dit soort dingen al eerder heeft gedaan. U heeft ook eerder in contact geweest met deze meneer? Hij heeft me ook wel eens wat geprobeerd afhandig. Ja, hij heeft wel iets afhandig gemaakt. Alles wijst erop dat onze man een veelpleger is die een welverdiende nacht op het bureau mag gaan doorbrengen.